Maar het zal ook gaan om meer empathie te tonen naar de samenleving toe, maar ook de betrokkenheid van de samenleving bij de uitvoering van het beleid. Woorden van president Chandrika Prasad Santokhi over de veranderingen bij de start van de tweede helft van de regering Santokhi-Brunswijk. Het is volgens het staatshoofd de bedoeling om te werken aan effectievere en resultaatgerichter beleid. De president omschrijft de huidige situatie van ons land als zeer uitdagend, maar zegt wel dat het de bedoeling is om samen met de samenleving en de coalitie deze uitdagingen aan te pakken. Het brengen van verlichting in de samenleving staat daarom als hoogste prioriteit op de agenda van de regering, zegt het staatshoofd. De doelen zullen herreikt worden, nieuwe prioriteiten zullen gesteld worden. We hebben namelijk veel informatie afgelopen weken binnengekregen in het voortraject van onze nationale dialoog. Het doel zal zijn een overwinningswedstrijd te spelen op alle fronten. Er zijn issues die dringend aangepakt moeten worden. Maar er zijn ook issues die spelen bij de samenleving met betrekking tot de uitvoering van ons beleid, het treffen van de maatregelen, maar ook het kiezen van het juiste moment voor het treffen van de maatregelen. De totale regering en coalitie zal een andere opstelling moeten hebben. De totale regering en coalitie zal met een andere spirit de wedstrijd moeten spelen. In de afgelopen jaren was de uitdaging van de regering om de financiële economische crisis te beheersen. Aansluitend daarop volgden de economische nadelen van de COVID-19-pandemie, de klimaatcrisis en de nadelen van de oorlog in Oekraïne, die ook in Suriname voelbaar waren. Toch spreekt het staatshoofd van een goed gelegd fundament voor de toekomst. We hebben in de eerste helft een aantal maatregelen moeten treffen die heel impopulair overkomen en veel druk uitoefenen op de samenleving. Onder andere het afschaffen van de subsidies, die we geleidelijk gaan afbouwen met de juiste dosering en timing, maar wel onder een tijdsdruk gebaseerd op ons herstelprogramma. Hierin is opgenomen ook een sociaal programma dat reeds in uitvoering is. En er zullen nog meer maatregelen getroffen worden om de samenleving, maar in het bijzonder de sociaal zwakkeren, tegemoet te komen. Echter hebben we wel een sterke basis gelegd voor stabiliteit. Echter hebben we wel een sterk fundament gelegd voor groei en ontwikkeling van ons land. Maar met mijn regeerteam hebben we dan ook dag en nacht ingezet om de gevolgen zoveel mogelijk te minimaliseren. Het staatshoofd voegt eraan toe dat de regering reeds in overleg is met de vakbonden en sociale partners om te werken aan verlichtende maatregelen om zodoende de koopkracht in de samenleving te versterken.